Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Graats leren photoshoppen en ik wil iets leuks creëren met deze foto. En hoe doe ik dit? Dat ga ik jullie nu vertellen. Ik maak hier een nieuwe laag aan. Ik ga dan hier naar de verloop. Ik heb hier bovenaan, heb ik dus bij de basis, heb ik dit pijltje aangeklikt en uiteindelijk deze aangeklikt. Ik trek met shift inhoudend een streep. Recht zo hier naartoe. En dan ga ik dit rondje ga ik naar links halen. En dat doe ik zonder de shift. Zo. Daarna klik ik heel even deze aan. Ik ga dan naar filter. Ik pak hier pixels. En kies hier voor kleur halftoon. En dan zeg ik hier omzetten in slim object. Want deze moet omgezet worden in een slim object. Ik heb hier 100, 60, 60, 60 en nog eens een keer 60 gedaan. En klik hier daarna op oké. Daarna ga ik hier naar normaal. En dan klik ik twee keer op. Zodat hij dus een blauwe streep om de balk heeft staan. En dan kun je scrollen met de muis. Totdat je degene gevonden hebt die je graag wil gebruiken. Nou, ik wil uiteindelijk deze gaan gebruiken. Maar ik wil toch nog iets aanpassen. Dus ik sta dan nog steeds op deze laag. Ik doe dan Ctrl-10'ers. En dan zie je dus dat er een kruis doorheen komt. En ik trek deze naar links toe. En dan daarna klik ik op Enter. En dan vind ik dit wel een mooie. En dan zie je het resultaat. Ik houd dan Shift in. Klik dan op de onderste laag. En doe daarna Ctrl-Eduard. En dan zijn de lagen samengevoegd. Je hebt weer wat geleerd. Het was een leuke les en ik spreek je snel. De groetjes. Hai hai.